deze live uitzending doen we dus vanuit de congreshal. En wij praten dus vandaag over de Wereldgezondheidsdag. En dat doen we dus in het tweede gedeelte. De livestreaming volgt u dus op YouTube en dat is dus op de STVS. En daarnaast ook nog op kanaal 8.1 en 8.3. Een gezamenlijke uitzending dus met het Nationaal Informatie Instituut. We hebben dus dan mevrouw Carol de Baas. Zij is verpleegkundige en verzorgende beroepen. Zij is daar van de inspectie. En dat is dus vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Ik heb even gestruikeld daarmee. Goeiedag. Goeiedag. Ja, het is kennelijk geen gelukkige omstandigheid om te midden van een COVID-crisis te praten over de Wereldgezondheidsdag, neem ik aan. Dat klopt. Onder deze omstandigheden zou ik het ook niet anders kunnen noemen. Maar we komen er niet onderuit. Het is Wereldgezondheidsdag. Ieder jaar 7 april wordt dat herdacht. Mm-hmm. En dit jaar heeft men het gewijd aan de nurses en de midwives. En het thema dat ze eraan hebben toegewijd is Nursing and Midwives Leading the Way to Universal Health. Het is International Year of the Nurses and the Midwives. Ja. Wat zegt dit thema eigenlijk aan Suriname? Dus eigenlijk zou je dan met dit thema zou je dan de mensen gewoon met alle respect moeten behandelen zoals altijd. En dat er dit jaar extra aandacht besteed moet worden aan de verpleegkundigen en de verloskundigen. Maar helaas, ze zijn nu in een andere setting, de hele wereld. Op dit moment zijn zoveel van mijn collega's bezig zorgvragers die geïnfecteerd zijn te verplegen, te verzorgen met alle gevaren van die aard voor hunzelf. Ja, nu wil ik weten, wat houdt eigenlijk uw werkgebied in? Voordat we dus verder gaan met het bespreken van deze dag. Het werkgebied van de inspectie verplegende en verzorgende beroepen. Daar ben ik het hoofd van. De inspectie verplegende en verzorgende beroepen is het toezichthoudend orgaan van het ministerie van Volksgezondheid aangaande verplegende en verzorgende aangelegenheden. We doen de inspecties, de controles, de audits op alle of in alle instellingen waar er zorg geboden wordt. Mm-hmm. Dan praat ik over de thuiszorg, de ziekenhuizen, de polyklinieken, de verpleegkundige school en de SAO heeft een onderdeel waar ze verpleegassistenten opleiden. Ook daar doen wij onze controles, want we moeten de opleiding ook bewaken in de breedste zin des woords. Wat is uw indruk over de gezondheidszorg? En eigenlijk de dienstverlenende sector binnen dat geheel. Wat is uw indruk? Nou, de indruk die ik heb, die wij hebben, ik praat graag in termen van wij, want ik werk in een team. Mm-hmm. Die indruk die wij hebben is dat het veld zijn best doet om de standaarden na te leven die worden uitgegeven door de Regional Nursing Body. En we mogen niet ontevreden zijn. We mogen niet ontevreden, zeker niet in deze tijd. Ja, u legt de nadruk daarop, zeker niet in deze tijd moeten we niet ontevreden zijn. Nu weten we dat een groot ziekenhuis hier, het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, dat er daar toch wel flink werd, niet flink, maar er werd toch wel geprotesteerd aan de ene kant, vanwege dat van het COVID-19 gebeuren wereldwijd, hadden zij toch hun vragen van nou, hoe zit het met onze veiligheid? Ik denk dat alle instellingen dat zo een beetje hebben. Maar wat voor ons belangrijk is, die involvement naar de laag toe, de onderste laag toe. Ja. Als de bovenste laag een beslissing heeft genomen, dan is het prettig om de onderste laag ook te betrekken in het geheel. Want tenslotte is de onderste laag in de uitvoering. Ja. Wij kunnen als stoppers zoveel beslissen, maar de uitvoering zit nog steeds in de onderste laag. En het is handig, het is belangrijk als je die mensen betrekt bij alle beslissingen, vooral nu, die genomen zullen worden. Ja. Want zij zijn in de frontlinie, worden daar zoveel dagen en het is inderdaad zo. Ik ben ook verpleegkundige, ik voel met ze mee, ik kan niet bij ze zijn, we moeten met zoveel aspecten rekening houden. Maar nogmaals, zij zitten in de uitvoering
Dus geef ze ook die, het gevoel van, we horen er ook bij. We hebben ook een stem in het besluit dat genomen zal worden voor wat betreft de behandeling of verpleging van COVID-geïnfecteerden. Hoe is het ook overal gesteld met die randvoorwaarden voor degenen die bezig zijn met het uitoefenen van het beroep? Nou, er zijn zeker het personeel van de RGD en BOG, die hebben extra trainingen gevolgd met betrekking tot COVID-19 cliënten, zorgvragers, die je moet ophalen en ook zo nog moeten verzorgen. Ja. Het is vandaag dan Wereldgezondheidsdag en we staan erbij stil. In een periode van crisis wereldwijd is het toch zo dat we over dit onderwerp moeten praten. Hoe leeft deze dag eigenlijk binnen de sector zelf voor de werkers? Ik had eerder al aangegeven dat we onder deze omstandigheden de Wereldgezondheidsdag heel anders hadden willen zien. Dus willen uitvoeren, zeg maar. Want er zijn een aantal activiteiten in place gebracht om te ontplooien met betrekking tot de Year of the Nurse en Midwifery. En helaas kunnen die activiteiten vanwege de COVID-19 het geval ook niet een voortgang vinden. We hadden grote activiteiten, maar wat we wel zeker moeten doen, we zijn bezig met het strategisch plan voor nursing. Het is in voorbereiding. We zijn ook bezig met een beschikking voor de regulatie van de registratie van verpleegkundigen. En ook nog de het verpleegkundig onderwijs, de wetten te herzien. Ja, we hadden daar net over een aantal punten. Die hebt u daar net opgezond om toch wel het werk of dat van de verpleegkundigen beter te laten gaan. Kunt u wat een beetje daarover uitweiden? We hebben in het strategisch plan zijn een aantal gebieden waar we aan moeten werken. Als ik zeg we, dan is het niet de inspectie. Ik ben toevallig ook voorzitter van de Raad voor Verpleging in Suriname. Ja. Dat is RAVESU. En RAVESU is een beleidsgroep welke verder beleid moet ontwikkelen voor de beroepsgroep. We hebben al een aantal gebieden die we hebben genoemd. We moeten zeggen dat PAHO een grote ondersteuning is daarin. Omdat een strategisch plan schrijven niet zomaar iets is. Er gaat zoveel mee gepaard en het kost veel geld. Ja. We zitten nu in een fase waarbij wij... we hadden gepland om 30 maart te launchen. Maar helaas vanwege het COVID gebeuren is dat niet doorgegaan. Want degene van PAHO die ons in deze trekt... is ergens gestrand en ze probeert wel online alles te doen, maar je fysieke aanwezigheid is altijd het best. Oké, dus eigenlijk moeten we zeggen vanwege het feit dat de vliegverbindingen nu helemaal zijn stilgelegd. Het is niet helemaal stilgelegd, we werken wel aan, wel on low profile werken we wel aan enkele zaken. Ja, nu wil ik het van u weten, op de werkvloer nu. Is het een minimale bezetting? Hoe gebeurt dat bij de verschillende zorginstellingen? Nou, de zorginstellingen, kijk, als we praten over de bezetting. Kijk, vele van onze collega's zijn afhankelijk van busvervoer. Gelukkig hebben ze bussen kunnen regelen op een of andere manier. Maar er zijn geen klachten binnengekomen waarbij er is aangegeven dat er een minimale bezetting is op de werkvloer. Dus wij gaan ervan uit dus dat de bezetting up-to-date is. Ja. Wanneer we praten over de gezondheidszorg, we nemen dat mee in het denken en praten over Wereldgezondheidsdag. Is één de dienstverlening en twee wordt er dan vaker gesproken over medicamentenvoorziening. Dat van de dienstverlening moeten we zeggen van nou, Suriname is toch wel op een bepaald niveau waarvan we kunnen zeggen van ja, we kunnen dit een cijfer van 6 tot 10 geven. Welk cijfer geeft u en waarom kunt u dat ook motiveren? Waarom u dat doet? Ik durf geen cijfer te geven, maar het zou geen onvoldoende zijn. Omdat we met de middelen die we hebben, de schaarse middelen die we hebben, we toch van ver vooruit komen. Ja, en ten aanzien van de medicamentenvoorziening? Dus
daarop een, kan ik helaas geen antwoord geven, omdat ik, dat is weer een andere sectie, de farmaceutische inspectie, die daarover antwoord zou kunnen geven. Ja, dan hebben we dat dan gehoord. Wat zegt u dan vandaag aan het totaal veld, waar u eigenlijk als inspectie voor verantwoordelijk bent? Nou, het totaal veld wil ik meegeven, mijn collega verpleegkundige, ziekenverzorgende, alle gezondheidswerkers die betrokken zijn bij de behandeling en verpleging en ophalen, noem maar op, van de COVID-gevallen, wil ik aangeven dat ze sterk en kalm moeten blijven. Het is een beetje stormachtig nu, maar ook dat gaat over. Ja. Ook dat gaat over. Oké. En dat ook voor de werkers in het binnenland? Zeker weten. Ja, hoe is het met die groep gesteld? Ik heb alle groepen genoemd. Dus ja. Hoe is het met die groep gesteld? De werkers in het binnenland? Dan denk ik dat we het hebben over de gezondheidsassistenten. Ja. Die zijn van de medische zending. Daarover hebben we ook, heeft niets ons bereikt dat kan aangeven van er is ergens een hiaat of you name it. Dat de werkomstandigheden slecht wordt of afneemt. Daarover hebben we geen niet echt informatie. En toch vragen een motiverende boodschap. Pardon? Een motiverende boodschap om die af te ronden. Net wat ik aangaf, collega's, verpleegkundigen, ziekenverzorgende, overige gezondheidsmedewerkers, want het zijn niet alleen de verpleegkundigen. Ik gaf aan om u sterk te houden. Blijf kalm onder alle omstandigheden. Het is stormachtig voor de hele wereld, ook voor ons in Suriname. Maar die storm zal zeker ook overgaan. Het zal niet zo blijven. Ja. Carol, de baas waarmee we hebben gesproken, zij is van het ministerie van Volksgezondheid. Van de inspectie verplegende en beroepen hebben wij dus mee gesproken. De livestreaming hebt u dus kunnen volgen op YouTube. Op, en ook nog kanaal 8.2 en 8.3. Daar is er dus weer een wijziging in gekomen daarnet. Ik heb het dus me wederom laten informeren. Het is kanaal 8.2 en 8.3, hebt u het kunnen volgen. Een samenwerking dus met het Nationaal Informatie Instituut. We hebben dan vandaag gesproken over twee onderwerpen. Aandacht besteed aan de gezondheidszorg, ook in Suriname. En dit naar aanleiding van het feit dat het vandaag dan Wereldgezondheidsdag is. En we hebben dus in het eerste deel dan gesproken over de voorbereidingen die er worden getroffen met betrekking tot de verkiezingen van 25 mei 2020. En die voorbereidingen zijn dus, zoals u het hebt begrepen, in volle gang. We bedanken u voor uw belangstelling dan vandaag getoond voor deze Actua. We zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering. En we bedanken u dus voor uw getoonde belangstelling. Goeiedag.